Terwijl de eerste groepen die naar Suriname kwamen nog bezig zijn zich te oriënteren, wordt onze diversiteit diverser. Dit stelde Daniela Feira donderdagavond in het park tijdens de lezing Diversiteit in de Politiek, georganiseerd door Women Power and Politics Foundation. Ze merkt op dat in de laatste jaren we steeds meer Brazilianen, Haitianen en Chinezen krijgen binnen de Surinaamse gemeenschap. De nieuwe groepen maken de multi-etniciteit in Suriname nog complexer, waarmee besluitvormingsprocessen volgens Feira nog ingewikkelder worden. En in politieke zin, hoeveel aandacht besteden we aan de verschillen die er zijn? Besteden we aandacht aan de economische diversiteit? Besteden we aandacht aan biodiversiteit? Zoveel andere diversiteitssoorten zijn er. Waar kijken we naar als Suriname? Feira meent ook dat als we diversiteit willen maken tot een kracht voor Suriname, enkele stappen ondernomen zullen moeten worden. Ze ziet diversiteit in al haar facetten, namelijk etniciteit, gender, cultuur en religie, nog steeds als een plus. Het is een bepalende factor voor ontwikkeling. Er zijn nog zoveel gezegdheden hier. Nationale integratie, gedeelde normen en waarden, gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid zijn concepten die presens moeten krijgen in ons bestel vandaag. Laten we gewoon praten over blote dingen, diversiteit, acrylologie doen, maar de inhoud ervan niet benaderen. En ik denk dat wij natuurlijk aandacht moeten besteden aan politieke en bestuurlijke hervormingsprocessen. Welke politieke partij heeft de moed om op basis van een echte nationale ontwikkeling en visie correcties aan te brengen in die statuten, in die ideologie en van waar we komen en wat we willen? Wie durft dat aan? Welke politieke partij wil dat aan? Wie op basis, welke partij of groep van mensen is bereid om op basis van die diversiteit, die waardediversiteit, om echt te zeggen, we gaan processen corrigeren in ons land. Feira benadrukt dat gewerkt moet worden aan de Surinaamse etnische en nationale identiteit, als ook aan de bewustwordingsprocessen. Dat moet volgens haar allemaal beginnen in de schoolbanken.